Maar jullie hebben ook nog aansleutelen. We hebben nog op. Ja, wat jullie hebben hier allemaal. Nou, Barbara, wat is vandaag de bedoeling? We staan op een bruiloft en we gaan shakes maken. We doen de Doe de Groeten Shake. Dus de feestgangers, bezoekers, familie, vrienden van het huwelijk, die kunnen hier langskomen. En dan gaan we de beste wensen gaan we formuleren voor het bruidspaar. Dus wat vinden ze mooi aan het bruidspaar? Maar misschien ook een kritische noot of een tip die ze willen meegeven voor als ze het huwelijksbootje ingaan. En stel dat ze bijvoorbeeld vinden dat ze, nou, ze denken na over hoe het was, de aanleiding tot het huwelijk, dat het niet allemaal vlekkeloos liep, maar nu is het fantastisch voor gezelschappaar. Dan kan het zijn dat het woordje cool ervoor komt. Het begon koeltjes en daarna kwam het lekker op gang. Dan zetten we cool hier. En dan kunnen we ook daarna warm zetten. En dan gaan we dat vertalen. Dan gaan we dat woordje cool vertalen naar eten. Okay. Dat kan zijn, misschien was de cool wel munt. Misschien was het koele begin wel een venkel, maar daarna wordt het lekker warm. En wordt het kunstzinnig, als voorbeeld. En wat is nou kunst? Kunst kan zijn dat je juist aardbeien mengt met een beetje appel. Of met een beetje peterselie. En zo op die manier ga je kijken, liefde door de maag. Wat betekent er een relatie voor en wat je ze mee wil geven. En een mooie goed voor het bruidspaar. En daar maken we een shake van. En dan gaan we dat allemaal nuttigen met elkaar. En zo'n formule zetten we neer op een filtje, hangen we aan de vredestak. En de vredestak nemen we bruidspaar mee, want als er ooit iets is, dan kunnen ze de vredestak gebruiken om even time-out te doen. Hey, wacht even, je bent er ergens niet mee eens. Hier is de vredestak, laten we even goed naar elkaar luisteren, we houden van elkaar, we spreken het uit en dan vinden we een oplossing en dan gaan we weer vrolijk verder met het huwelijk. Creatieve zingeving. Dat is wat het is. Dus doe de groeten shake. Voor het huwelijkspaar, maar vooral voor de intimie, familie en vrienden die hier komen op een huwelijk, die het gewoon heel fijn met elkaar gaan hebben.